Een keer had ik vergeten dat je dicht te doen. Er kwam een bij hier binnenvliegen. Niet iedereen weet dit, maar ook in de stad zijn er bijenkasten te vinden. Vaak staan ze op plekken waar je ze net niet kunt zien vanaf de straat. Of op daken of in tuinen van mensen. Vandaag neem ik een kijkje achter de schermen bij een van die plekken, hier aan de Bankastraat. Het is een hele fijne hobby. En in de stad werkt dat ook ontzettend goed. Want dat verbaast me, want als ik denk aan imkerij, dan denk ik aan het platteland en natuur. Maar we staan hier gewoon midden in de stad en je vertelt me dat het heel goed werkt. Ja, het gaat heel goed met de bijen hier, omdat hier juist zoveel biodiversiteit is. Dat heb je op het land tegenwoordig veel minder. Daar heb je gewoon monoculturen. Er is ook een probleem met pesticidengebruik. En hier in de stad, er zijn heel veel kleine tuintjes en er zijn vooral heel veel van die bomen in de straat. Je hebt drie bijenkassen hier in de tuin staan. Kan je hier nog wel lekker zitten? Want ze vliegen overal. Vooral nu, het is laat in het jaar. Daar hebben de bijen hun honing verzameld en die willen ze niet meer kwijt. En ze zoeken overal waar iets zoetigs is, gaan ze op af en proberen dat ook nog binnen te halen. Want voor hun is het eigenlijk al bijna winter. Hoe vaak ben je gestoken? Dit jaar een stuk of 5 keer. Ja, het is best wat. Ja. Maar ja, het zijn seizoenen geweest waar het erger was. Een keer had ik vergeten dat je dicht te doen. Er kwam een bij hier binnenvliegen. Oh, nee, dat is echt een nachtmerrie. Ja, het was niet zo fijn, maar het is niks gebeurd. Nee? Nee. Ja, het was een lieve bij in dit geval. Horror. Ja, ja. Ik voel me nu echt een astronaut. Wauw. Ja, hier zijn ze. Ik vind het nu toch wel spannend. Ja, nu moeten we een beetje voorzichtig zijn. Het zijn best veel, hè? Er zijn ongeveer 40.000 bijen in zo'n volk. Die wil je niet allemaal op je af hebben. Zo. En een dekseltje. En je merkt dat de toonhoogte ook een beetje omhoog gaat. Dus ja. Dat vinden ze niet zo heel fijn. Wat ik nu gedaan heb. Oh, ik heb er nu ook eentje vlak bij me. Ja. Bij mijn hoofd. Misschien gaan we maar naar die andere tafel. Ja, we gaan hier. Dus behalve de honing krijg je ook bijenwas. Dus we hebben een behoorlijke bijenwasproductie door onze manier van oosten. En hier zie je dat er nog van de laatste drie honingkamers die we geoost hebben, die overgebleven waswandjes staan. Daar druppelt nog steeds zo'n beetje honing uit. Nou ja, volgens mij, dat was, dat gaat er ook gewoon weer uit, zeg maar. Dus dat is niet zo dat je dat inderdaad verteert. Maar je kunt het eten, ja. Zou ik het eens mogen proeven? Zeker, als je wilt. Ja, ik ben wel benieuwd. Zo een beetje kauwgom van een ouderwetse manier. Wat is dit lekker, zeg. Oh, dat verbaast me echt. Inderdaad een beetje kauwgom idee ook. Ja, het is toch een combinatie die ben je normaal niet gewend. Honing is meestal alleen maar de vloeistof en niet ook het opslagmateriaal wat de bijen ook aanmaken. Ja, nou, nu ben ik er wel een beetje klaar mee. Ja. De honing zelf is toch wel echt veel lekkerder, maar wauw, super lekker honing. Ja, de vraag is bij het was altijd, slik je het door of spuug je het eruit? Ja, ik neig toch wel naar uitspugen eigenlijk. Ja, nou, doe maar. Dat gaan we even niet filmen.